Hoi, ik ben Marnix. En in mijn geen paniek videofilmpjes wilde ik nog een extra bijdrage doen vandaag. En ik wil het even kort hebben over andere mensen. Waarom? Nou, andere mensen snappen er geen zak van. Andere mensen zijn niet goed op de hoogte. Andere mensen zijn naïef. Andere mensen zijn gemakzuchtig. En ongeïnteresseerd en snappen niet hoe de wereld in elkaar steekt. We hebben heel veel last van andere mensen. We hebben heel veel moeite met andere mensen vaak. We hebben ruzie met andere mensen. Kijk maar op social media. En wat we niet weten, waar we niet bij stilstaan, wat we over het hoofd zien, is dat wij zijn andere mensen. In de ogen van andere mensen. Wat we niet zien, wat we gewoon niet zien, is dat de wereld zoals wij hem ervaren, door onszelf gemaakt wordt. En volstrekt subjectief is. Een collectie, een slordige verzameling van ideeën die we van andere mensen hebben overgenomen. Denkbeelden van andere mensen. Voorkeuren, smaken. Politieke kleuren. Wij zijn één grote kluwe aangeleerde shit. En dat is hoe we naar de wereld kijken. En dat is waar we andere mensen op afrekenen. Wij zien altijd hoe het is, want dat is toch zo? Wij zien toch de wereld zoals die is, want zo zien we hem toch? En toch denkt iedereen dat. Ieder van de 7,8 miljard mensen die hier op aarde rondstruikelt en daar iets van probeert te maken, heeft het idee dat hoe hij of zij de wereld ziet, dat dat is hoe de wereld is. Hoe kunnen we dan altijd ruzie hebben over hetzelfde? Hoe kunnen we zo in de clinch liggen over exact hetzelfde onderwerp, exact dezelfde situatie? Omdat we niet snappen dat we de wereld niet zien zoals die is, maar zoals wij zijn. Zoals wij in ons hoofd zijn, zoals wij hem zelf maken, zoals wij gebakken zijn om daarnaar te kijken. Op onze hoogst eigen, totaal subjectieve, volstrekt gekleurde manier. Daarom vinden we andere mensen fout. Want ze doen niet wat wij doen en wat wij doen klopt. Anders zouden we het niet doen. Daarom hebben we zo'n hekel aan het gedrag van anderen en daarom zijn we zo veroordelend. Nee, die andere mensen die snappen het niet. Ik wel. Want ik zie de wereld zoals die is. Ik lees de kranten die ertoe doen. Ik bezoek de websites die belangrijk zijn. Ik kijk het journaal. Ik ben op de hoogte. Mijn manier van naar de wereld kijken is 100% correct. En wie dat niet op die manier doet, die ziet het gewoon niet. Hallo? Dat is hoe we erin staan. En dan zak ik mijn camera weg. Dus dat is hoe we erin staan. Met z'n allen. Met z'n allen in ons eigen kokertje, in ons eigen bubbeltje, met ons eigen brilletje op, veroordelen we de wereld op basis van onze eigen berg vooroordelen. En we zien het niet. We zien het fucking niet. Waarom niet? Hoe zou je kunnen zien dat wat je ziet verzonnen is door jezelf? Want je ziet het toch? Andere mensen zijn zoals wij. Want in de ogen van andere mensen zijn wij de andere mensen. In de ogen van de mensen waar jij zoveel ruzie mee hebt, waar jij mee in de clinch ligt, doen wij het helemaal fout. Waarom? Omdat zij hun wereld zien. En wat wij doen is in hun wereld fout. Het zou wel heel toevallig zijn als jij, hoe jij naar de wereld kijkt, de enige persoon op de planeet bent die alles 100% goed ziet. En de rest niet. Dat zou wel heel toevallig zijn. Nou, als je een beetje doordenkt, dan zou het best kunnen dat je af en toe een heel sterke mening over iets hebt die helemaal nergens op slaat. Wij zien de wereld niet zoals die is. We missen veel te veel informatie. We zijn veel te gefilterd en gekleurd door onze persoonlijke wereldbeeld. Door alles wat we hebben meegemaakt. We krijgen echt helemaal niks mee van hoe de wereld is. En toch denken we dat we hem zien. En daarom hebben we zoveel ruzie. Dus hou rekening met andere mensen door je
te realiseren dat jij andere mensen bent. Dat jij net zo'n goed bedoelende fucking klungel bent als ieder ander. Dat we allemaal ons best doen om er iets van te maken. En dat we er allemaal naast zitten. Jij net zo goed als ieder ander. Dus andere mensen, misschien kan je een beetje waardering voor ze opbrengen. Want dan doe je dat ook voor jezelf. Hoi.